iemand zegt ja maar. Een ander die wil context. De derde heeft begrip. En weer iemand zegt toch wel eigen schuld. Maar terrorisme is het woord voor haat, verkrachtingen en moord. Kinderen onthoofd en bij hun ouders weggeroofd. Als je dat nuanceert, dan ben je geestelijk gestoord. Want terrorisme is het woord. De een die hijst de vlag. De ander is de laf. De derde hijst er twee. Zo kiest hij geen partij en kwettert daarna vrolijk mee. Maar terrorisme is het woord voor haat, verkrachtingen en moord. Kinderen onthoofd weggeroofd. Als je dat nuanceert, dan ben je geestelijk gestoord. Want terrorisme is het woord. De een die noemt het triest. Ander noemt het droeve. Een derde die is boos. De vierde die zegt niks, want ja, daar kwets je niemand mee. Maar terrorisme is het woord voor haat, verkrachtingen en weggeroofd. Als je dat nuanceert, dan ben je geestelijk gestoord. Want terrorisme is het woord. Voor iedereen die uitlegt met begrip. Voor iedereen die zegt er zijn twee kanten. Of je nu op tv bent als seniele ouwe gek. Gebruik je hersencel of hou je bek. Want terrorisme is het woord voor haat, verkrachtingen en moord. Weggeroofd.